geval ondertussen mijzelf, mochten er al kijkers zijn. Ik moet even mezelf weer opzoeken. Ik weet niet hoe ik dit sneller kan of van tevoren al kan doen. Dus dat. Nou, dat zal vaker voorkomen. Ja, ik heb mezelf weer gevonden. Mooi. Nou, vandaag gaan we. Oh, ik moet wel mezelf uitzetten. Oh. Zo, het geluid uit. Zo. Vandaag gaan we waterkollen. Een eitje met zout waterkolleren. Nou ja, voordat nee, om de tijd even het beginstuk even op te vullen, wou ik in ieder geval eventjes noemen over dit leuke boekje hier zo. Dit is een boekje met in lijn van wat Jeanette ons gisteren heeft laten zien met leuke bloemen. Nou, dit is dan mijn variant, zeg maar, met de waterkollen bloemen. En nou, we hebben bedacht dat het misschien leuk is om dit als workshop aan te bieden. Dus die vind je in de omschrijving bij de live, bij de live materialen wat ik heb gebruikt, vind je ook deze workshop. Alleen hij is nog niet te boeken als workshop. Moet je heel even geduld hebben, want hij moet nog omgeboekt worden in het programma. En dan kunnen jullie deze workshop boeken. We gaan dan werken met een stans van Studio Light, de Ticket Mall. En die gaan we. Dus het wordt niet helemaal dit boekje, want dit is gewoon te veel werk voor een. Het wordt een ochtendworkshop. Dus daar gaan we. Zo'n boekje kost ons te veel tijd. Dus daar gaan we niet redden. Dus dan gaan we in de ochtendworkshop gaan we werken met de ticketmaal van Studio Light. En dan gaan we deze waterkollenbloemen opmaken. Dus superleuk. Er zijn een aantal bloemen die ik al voorstans voor je, waar je mee kunt werken. En er zullen dan ook stansen aanwezig zijn. Dus die kun je dan zelf maken. Dus dat is als eerste om de tijd een beetje op te vullen. Zodat iedereen zo meteen het waterkoller of het eitje met zout kan mee waterkolleren. Of kan bekijken hoe je dat doet. Deze workshop dus. De Flower Power Workshop heet dat. Staat in de lijst bij de omschrijving. Of bij de in de omschrijving vind je de lijst met materialen en daar staat de workshop ook bij. Dan had Marlien een filmpje gepost in de groep over het watercolor, zeg maar het vastzetten van je watercolor. Studio Light die zit natuurlijk al vast, dus die kun je trouwens, dat is ook wel grappig, daar heb ik naar gekeken, moet ik eventjes kijken. Je kunt die bakjes kun je eruit halen. Dus stel dat je dit onhandig vindt, die grote, dan kun je ze eruit halen. En stel dat je de napjes eruit wil halen, dan kun je ze aan de onderkant drukken. Hier zie je dat er een opening in zit. Daar druk je op en dan kun je de napjes eruit halen. Zo kun je, denk ik, later nieuwe napjes aanschaffen. Dat zou echt tof zijn als ze dan losse napjes gaan uitbrengen. Maar je kunt dus bijvoorbeeld ook kleuren omwisselen. Stel, je gebruikt al deze kleuren, maar niet de geel. En je wil heel graag de geel van Marleen gebruiken. Dan kun je altijd de geel van Marleen hierin stoppen. Dan vraag ik me af of dit niet dezelfde kleur geel zijn. Maar dat zou kunnen. Maar terug naar deze. Want die napjes hier zitten vrij los in je bakje. Nou had Marleen daar al een super goede tip voor in de groep gedeeld. Je haalt de napjes eruit. En wil je ze op volgorde laten zitten, dan moet je ze even op volgorde er ook uithalen. Dan duw je de ijzertjes aan. Die losse ijzertjes die je hierboven ziet. En dan stop je je napjes er weer in terug. Nou zie je dat de bovenste rij nog wel een beetje wiebelt, maar ze zitten al veel strakker in hun hokje, zeg maar, dan de onderkant. De onderkant kan ik gewoon heen en weer wiebelen. Dus mocht je dat vervelend vinden, is dat nog een goede tip van Marleen om dan de napjes vast te zetten. Oh ja, mijn water is hier ook wel. Daar zat ik ondertussen naar te kijken. Nou, dan gaan we nu beginnen met het eitje waterkolleren met zout.
Wekkertje gezet zodat ik op tijd ben. Leuk, Janine. Leuk dat je meekijkt. Ik heb al eventjes verteld over die hele leuke summer of de Flower Power Workshop. En dat die te boeken is. Dus ik zou zeggen, als je dat leuk vindt met waterkolenbloemen, dan moet je die vooral gaan boeken. Dat is een ochtendworkshop, dus daarna heb je nog genoeg tijd om lekker in Rijssen te shoppen en lekker te eten. Dat kun je in Rijssen heel goed. Het is een leuk winkelcentrum, dus daar heb je dan 's middags mooi de tijd voor. We gaan ons eitje waterkolleren. En we doen dat met waterkollen natuurlijk, maar ook met zout. Nou heb ik twee soorten zout. Ik heb hele grove. Dit is een, ik weet het niet eens, het is een natuurlijke zout. Ik ben even de naam kwijt. Maar dit zijn hele grove korrels. Die kunnen we daarvoor gebruiken. Maar ook het gewone keukenzout kun je daar ook voor gebruiken. Ik ga beide even. Moet nog even online. Ja, dat vertelde ik inderdaad in het begin. Dat je hem nu nog even op je verlanglijst moet zetten. En daarna, zodra die te boeken is, dat je hem dan gelijk moet boeken. Want voor hetzelfde geld is hij net als de andere workshops heel snel vol. En dan kun je hem dus niet meer boeken. Dan moet je wachten tot het najaar. Zeezout. Nee, het is geen zeezout. Het is. Ik weet gewoon de naam niet meer. Het is nog iets natuurlijkers. Ik ben het gewoon kwijt. Ik maak hem nu eerst nat en ga dan mijn kleur erin zetten. Ik denk dat ik een blauw eitje wel eens leuk vind. Ik heb iets met blauw. Dus laat ik voor de lives dan gewoon voor de kleur gaan die ik het leukste vind. De blauw. Dit moet ook vrij nat blijven. Want zolang het. Ik moet wel iets meer pigment, want anders ga je zo meteen het effect van het zout niet meer zien. Zo. Zo. Ik denk dat ik nog een Himalaya zout. Volgens mij is het inderdaad Keltisch zeezout. Ja, nou moet ik daar ondertussen ook nog over gaan nadenken. Dat is een goede vraag. Keltisch zeezout. Ik weet het niet. Ik ben het gewoon echt kwijt. Het zijn vast de zenuwen voor de live. Nee, ik weet, ik kan daar nu over nadenken, maar mijn hoofd die zit nou in waterkolenmodus en niet per se in welke zoutsoort er zijn. Je ziet al dat ik doe eigenlijk natuurlijk doe ik dat, of natuurlijk, maar als vanzelf, zeg maar vanzelfsprekend, laat ik een lichte plek aan in het midden. Ik werk dus eigenlijk automatisch, maak ik schaduwen aan. Dus de schaduw valt bij mij aan de zijkant, omdat ik dus heb gekozen om aan de buitenkant de waterkolen op te zetten. Zie je dus dat mijn lichtpunt in het midden valt. Zo krijg je een heel tof diepte-effect en lijkt je eitje straks een echt eitje. Nu is het nog nat. Nou ga ik in deze ga ik zal ik hier de grove. Hier doe ik de grove in. Het grove zeezout. Ik ging gisteren per ongeluk op een of andere manier schudden met die pot terwijl de dop open was. Dus ja, dat zou ik niet aanraden om te doen. Dan krijg je een beetje een zooitje. Moet je daarna. Ik weet ook niet waarom ik ermee schudde. Het ging vanzelf. Maar dan moet je ook stofzuigen daarna.
dat zout, dat strooi je dus in het natte waterkollen. Nou hoop ik dat je het zo meteen goed gaat zien. Hey Marleen, leuk dat je weer kijkt. Janine, laat lekker zitten. Ja, nou ja, wat gezond is, ja. Nou ja, het is ook gezond op een eitje. Niet te veel, zeggen ze dan. Dat zijn daar verschillende meningen weer over, hè? Ik vind het lastig om zoveel water te gebruiken en zoveel pigment. Is echt loslaten. Ja, dat is echt loslaten. Dat is met waterkollen. Je moet er, nou ja, eigenlijk kun je het zo nemen dat waterkollen stroomt waar je water hebt geplaatst. Dus als je geen water plaatst, dan gaat je waterkollen daar ook niet naartoe vlekken. Dus dat kun je in je achterhoofd houden, want je ziet nu dus dat ik mijn waterkollen op het ei heb geconcentreerd, zeg maar. En dat het daar buiten helemaal geen waterkollen komt. Maar dat komt dus omdat je daar geen, omdat je het daar niet nat hebt gemaakt. Zo. Nou, ik ga bij dit eitje ga ik bruin toevoegen. Geen idee hoe dat wordt. Nou, ik heb wel een beetje een voorbeeld opgezocht hoor, van eitjes. Dus ik weet het ongeveer. En je ziet dus nu ook, als ik over die lijn heen ga, dan kan ik mijn eitje groter maken. Ik kan hem iets wiebeliger maken. Ik kan, je bent niet vast aan dat wat je hebt gemaakt, zeg maar. Dus nu schiet ik iets uit met mijn penseel. Nou ja, dan maken we het gewoon iets groter. Dan maken we het eitje gewoon iets groter. Zo. En wat dus ook nog leuk is, want nu is het nog nat. Nu kun je dus in het andere gedeelte. Dat stipperige van het voorbeeld, zeg maar, dat kun je nog weer daarboven toepassen. En dan vind ik deze nog iets te lichtbruin. Dus ik ga dit heel iets aanzetten met een zwart, denk ik. Eens kijken hoe het dan wordt. Ik heb dit van tevoren niet. Ik probeer dit ook niet uit, want dan vind ik het niet leuk meer om eitjes te schilderen. Dus ik doe dit echt allemaal live. Nou, Alice, je hebt nog niks gemist. Of tenminste, nog niks. Je hebt wel wat gemist. Je hebt gemist dat we een leuke workshop online hebben gezet. Nog niet te boeken, bijna te boeken. Maar hij staat al in de webshop en dat is deze. Die. Flower Power Workshop in lijn van wat Jeanette gisteren natuurlijk deed met de bloemen, alleen dan op mijn manier. Dat is juist het leukste. Ja, dat is wel het leukste, vind ik wel. Maar dan moet Alice werken. Nou, dan kan ze wel even komen spieken. Komt ze gewoon af en toe even boven spieken. Nou, deze is, hij is nog steeds nat, dus, en dat is ook goed, want dan gaan we zo meteen de andere zout daarin strooien. Deze is wat donkerder, dus waarschijnlijk ga je het effect zo iets meer zien van zout. Als je met zout werkt, kun je het beste ook voor kiezen. Oh, hier, deze is denk ik geschud, dit potje. Het zit aan de rand. Oh, wat dom. Nou ja, maakt niks uit. Zometeen dus stofzuigen. Je kan dit ook vanuit de pot gewoon op je ding strooien hoor. Maar nu ging het dus uit de rand al op mijn blaadje. Ik dacht, dan kunnen we dit mooi even gebruiken. In het zout. Of in het natte gedeelte. Zo.
En op zich, zeg maar, hier heb ik vrij veel nu. Dat is niet nodig. Dat is omdat er heel veel zout op mijn blaadje lag. Dus nee, je hoeft niet zoveel zout erin te strooien. Nou is het handig dat je deze ook weer gewoon laat drogen aan de lucht. Eigenlijk laat ik waterkollen altijd drogen aan de lucht. Dus niet, ik probeer zo min mogelijk met mijn heat tool hier overheen te gaan. Het kan wel, hè. Als je echt haast hebt, dan is dat prima. Alleen je pigmenten reageren daar gewoon op. Dus meestal doe ik dat niet. Dan kies ik er gewoon voor om om dus verschillende projectjes te maken, waardoor ik niet enorm lang hoef te wachten totdat iets droog is en kan ik ondertussen gewoon zelf nog wat anders doen. Kan je dit met keukenzout doen? Ja, ik heb hem hier met keukenzout en hier met wat grove. Hier krijg je, je kan het denk ik, ik weet niet of jullie het al kunnen zien, maar hier kan ik al zien dat hij, dan krijgt hij wat grovere vlekken, zeg maar. Het zout neemt de water op en daarbij ook de waterkollen. Pigmenten drukt hij uit elkaar. En neemt hij ook op in het zout. En daardoor krijg je van die toffe vlekken erin. Als jullie me zoeken, zit ik boven. Ja. Misschien moet je wel goed dat belletje in de gaten houden. Maar volgens mij sta je niet als enigste beneden in de winkel. Nou, dit moet drogen. Het zout kun je eraf halen als het echt helemaal droog is. Anders dan verpest je het effect. Dus ondertussen ga ik nog maar een eitje maken. En die kunnen we dan straks mooi op onze Paas voor onze paaspagina, die we nog moeten verwerken in onze planner bijvoorbeeld. Kun je mooi deze eitjes daarin gebruiken. Ik ga nu ook weer dat nat in nat stippen. En mocht je nou, want ik vind het dus denk ik wel tof om een beetje meer donkere pigment hier langs de zijkant te zetten, dan kun je je kleur aan, dan pak je je kleur op, je kleurpigment, stop je hem in zo'n vakje en je ziet al dat het eigenlijk graag bij het water wil blijven, dus het zuigt weer mijn penseel in. Pak je een beetje van die bruine kleur en dan meng je het door elkaar. Nou heb je een tint die tussen de bruine en tussen het oranje in zit. Dit kun je dus in het nat doen. Soms is het ook mooier om het te laten drogen. En het dan nog een keer aan te zetten. Dan krijg je die mooie lagen over elkaar heen. En dat is met waterkollen juist heel erg tof. Je moet wel opletten met wat voor papier je werkt en of je niet te nat gaat werken. Deze hieronder, die wordt al vrij naar de natte kant. Als je hier te veel nog overheen blijft gaan. Dan ga je op een gegeven moment ga je vezels uit je papier halen. En dat is dan, ja, dan krijg je van die rulletjes over je papier heen. Nou ja, dat is dan wat minder handig. En ook niet zo heel mooi, want dan denk je al snel dat je je project hebt verpest. En nu met eitjes valt dat dan weer mee. Maar met gezichten en zo, ja, dan moet je daar wel mee opletten. En eitjes is een vrij losse vorm.
Even kijken hoor, jullie een goede tip om meerdere dingen tegelijk te maken. Ja. En als je nou ja, bijvoorbeeld bij een gezicht, dan werk ik gewoon her en der. Dus ik pak niet alleen, ik blijf niet alleen in het gezicht zelf, maar als het gezicht bijvoorbeeld nat is, kun je prima even de haren gaan maken of de trui. En als dat weer droog is, ga je weer terug naar het gezicht. En dan kun je, als dat weer droog is, ga je weer verder met een laagje over de trui. Heb je het nu? Wat hebben jullie geprobeerd? Nou, hier droogt hij al mooi op. En hier ga je het effect van het zout al heel goed zien. Nou heb ik mijn camera op niet automatisch scherpstellen gezet. Dat ga ik even doen, zodat ik hem heel iets dichterbij kan laten zien. Even kijken, hoe gaat hij scherpstellen? Hij gaat niet zo heel goed scherpstellen, zie ik. Hij wil gewoon dat ik in het klein blijf werken. Oh, zien jullie dit? Zo, ik ben dus bezig met die Nuvo-schutmateriaal. Nou, er kwam nog een vlindertje naar boven. Nou, hij laat het niet scherp zien, maar je ziet het al wel. Je ziet bijvoorbeeld hier die witte vlekken. Nou, dat is van het zout. Dus hij is ook al zo goed. Deze is al droog, alleen de bruine is nog niet droog. Nou ja, dat. Zo. Dat is dus het effect van een eitje waterkolleren met zout. Dat heb je dus hier niet en hier heb je gewoon een gevlekt ei. Ik ga nog even verder met het gevlekte ei, zodat deze nog iets meer kan drogen. En dan kunnen we daar straks nog. We kunnen daar nog witte stipjes aan toevoegen. Of als die droog is en je wil nog iets meer vlekken zonder dat die uitvloeit, dan kun je dus als die droog is nog de vlekken eroverheen zetten. Even kijken hoor. Ik denk dat ik deze toch eventjes met mijn heattool ga. Anders zitten jullie te wachten op mij. En dat is een beetje jammer. Dan ben je gewoon 20 minuten aan het wachten. Ben je daar aan het kijken? Dat is ook een beetje jammer. Dus ik ga hem toch iets verwarmen. Zodat hij net iets sneller droog is. Ik weet niet precies wat hij doet als je hem op zout zet, moet je toch opletten dat je het zout niet wegwaait, zeg maar. Dus ik zou het op zout misschien niet per se met de heat tool doen. Nou kun je op dit ei bijvoorbeeld nog iets minder de gevloeide vlekken maken. Dus moet je zorgen dat de ondergrond helemaal droog is. En dan kun je de vlekken erop zetten. En dan zie je dus dat de vlekken niet meer uitvloeien. Jullie hebben alle tijd, lees ik. Is in ieder geval wel gezellig hier. Twijfel over die spray. Ik denk dat het de stress-oxide spray is. Oh ja. Ja, ik snap wel dat je twijfelt. Alles is zo leuk. Nou wil ik bijvoorbeeld de schaduw hier iets meer aanzetten. Dan pak ik gewoon weer een donkerdere kleur op. En dan zet ik de schaduw dus iets meer aan. Nou vloeit hij hier, je ziet hier al dat hij niet meer zo uitvloeit over de andere kant. Dat kan wel. Dan wis je je penseel. Dan zorg je dat hij schoon is, dat hij nog wel een beetje nat is. En dan zet je hem langs de rand
waar je hem meer wilt uitvloeien. Nou zie je dat bijvoorbeeld ook al hier in het eitje, dat de rand vrij hard is. Ook dat kun je nog weer zachter maken door gewoon je penseel zonder kleur in het water te dippen. Over die rand heen heen en weer te bewegen. En dan zie je al dat die harde randen die je dan, dat komt gewoon omdat je, vaak is dat ook omdat je heat tool gebruikt hoor. Dan droogt die te snel op en dan krijg je van die hardere randen. Of je hebt te nat gewerkt, dat kan ook. En dan kun je de harde randen dus weer wegwissen eigenlijk. Waarschijnlijk kan dat bij deze aquarel verf wel, bij deze watercolor. Maar kan dat bijvoorbeeld bij de watercolor van Derwent, kun je dit niet meer doen. Want die droogt watervast op. Dus je kunt die niet meer uitwissen nadat je er iets mee hebt gedaan. En wil je nou bijvoorbeeld de kleur licht nog erop zetten? Dus bijvoorbeeld als je dit is ook wel een beetje zo'n huidskleurachtige kleur. Wil je nou dat hij niet zo heel donker er gelijk op zit? Dan pak je hem eerst op uit je napje. Stop je hem in zo'n vakje. Voeg je meer water toe. Dan wordt je kleur ook lichter. Dus je hoeft niet per se altijd, want we denken vaak, oh ja, we moeten wit toevoegen om een kleur lichter te maken. Dat hoeft dus niet per se. Dat kan dus ook prima door gewoon een beetje water toe te voegen. Dan snel openmaken. Inktens kan dat niet. Die is watervast na opdroging. Ja, dat dacht ik inderdaad al. Dus die tip werkt niet als je de Derwent aquarel hebt. Nu krijg je dus, dit is wel tof, dat je dat door de verschillende kleuren de stipjes te zetten, krijg je net wat meer spannend. Of spannend, maar dan krijg je net wat leuker beeld, zeg maar, voor je eitje. Ik zie al dat ik hier wat minder stipjes heb gedaan. Ik denk dat dit vooral een gestipt ei aan de bovenkant is. Ik vind deze wel leuk zo eigenlijk. Misschien nog iets meer, iets donkerder aan de zijkant, want ik zie hier al, hier heb ik als vanzelf donkerder aan de zijkant. Dus als ik deze drie eieren op één pagina wil gebruiken, is het handig dat alle eieren aan dezelfde kant de schaduw hebben. Of stel je hebt de schaduw aan deze kant gemaakt, dan moet je hem omdraaien en dan hangt hij op zijn kop. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar dat is wel handig om daar van tevoren toch een beetje over na te denken. Ik merk dat ik al zo vanzelf de schaduw toepas op mijn object, dat ik niet meer hoef na te denken of ik alle schaduwen aan dezelfde kant heb. Ik werk eigenlijk altijd met de schaduw aan de rechter onderkant. Je kan ook kiezen voor schaduw of het licht aan de voorkant, dat is vaak wat minder makkelijk dan een punt pakken die niet gecentreerd is op je object. Ik zie al dat hij niet helemaal droog is, maar het effect is wel zichtbaar. Ik ga het zout dus nu eraf halen. En als hij helemaal droog was geweest, dan had je dit dus niet zien glinsteren. En ook niet een uitloper aan de onderkant gezien. Ik denk dat hij aan de andere kant. Nou, ik ga hem er toch afhalen. Hij is nog niet helemaal droog. Misschien kan ik bij deze wel eens even proberen om de heat tool erop te zetten. Kijken of dat. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. Dus even kijken of dat effecten dan
hetzelfde blijft. Je wordt hierdoor geïnspireerd. Nou, leuk, Lydia. Dat is leuk om te horen. Dat hoop ik natuurlijk ook als ik deze lives doe. Nou ja, het is dus echt zout, want het is alsof het op je patat zit, zeg maar. Dan plakt het soms een beetje vast. En waarschijnlijk heb ik hier gewoon echt te veel zout op gedaan. Want je ziet al wel dat het effect hier zo is echt veel mooier dan daar waar ik echt te veel zout op had geplakt. Nee. Dat is een goede oefening. En dan gaan we dat gewoon even weer bijwerken. Eens even kijken. Dit stuk is donkerder. Je kunt hier gewoon weer overheen watercoloren. Let wel op dat je effect dan wel minder wordt. Dus je zout zal waarschijnlijk wat meer naar de achtergrond gaan. En ik vind dat in dit geval niet zo erg, want dat is één kliedeboeltje nou geworden. Dus ik vind dat niet erg als dat iets minder zichtbaar wordt. Dus ik ga hier gewoon nu weer wat schaduw opzetten. Oh, even kijken dat ik niet uit jullie beeld aan het verven ben. Of aquarelleren of watercoloren. Watercoloren is makkelijker uit te spreken. Zo. Nou vind ik het denk ik ook nog wel leuk om hier nog wat blauwe. Dit wordt gewoon een echt paashuidje. Blauwe stipjes toevoegen. En stel dat je het nou te donker vindt, de stipjes. Dat vind ik nu wel een beetje. Dan kun je altijd je penseel weer schoonmaken. Voeg je water toe. En dan kun je ze dus uitwissen. Nu zie ik al dat ze bij mij helemaal uitgewist worden. Nou, dan pak je gewoon weer pigment op. En als het nat is, gaat dat weer uitvloeien. En dat geldt eigenlijk ook als het nog, als het weer opgedroogd is. Ik denk dat ik al moeite zou hebben om echt alleen de vorm al zo mooi ovaal te krijgen. Nou, dat heb ik stiekem. Kun je dat echt niet zien? Ik heb dat gewoon met potlood gedaan. Van tevoren hoor. Ik doe dat niet nee, uit mijn hoofd. Ik zou dat ook, misschien dat ik dat zou doen als jullie allemaal niet zitten mee te kijken. Maar ik dacht, daar ga ik niet op gokken dat, dat ik dat op de live zo stiekem allemaal zo netjes rond. Nee, dat ging. Dan ben ik veel te bang dat het mislukt. Oh, nee. Dat heb ik al met, heb ik echt met potlood van tevoren gedaan. Maar dan kun je denk ik, ik denk dat het komt doordat ik schets niet heel donker met mijn potlood. Dat jullie het daarom niet hebben gezien. Of had ik dat niet moeten verklappen, dat dat gewoon een trucje is. Een potlood en een gum. Kijk, zo wordt hij toch al best wel weer leuk. Maar deze is niet heel erg rond. Ik zie al dat hij hier heeft een deukje gekregen. Zo.
En nou lijkt deze kant weer plat. Dus zo blijf je bezig. Dit is gewoon een heel natuurlijk eitje met een eigen willetje. Nee hoor. Of misschien toch wel. Hij is wel leuk zo. Met die twee verschillende kleuren. Even kijken. Deze, die is nog wat voorzichtig, dat eitje. Even kijken, wat gaan we hiermee doen? Of we laten hem zo, want als je hem op de daarachter hebt, zeg maar, als je de drie bij elkaar hebt, dan is die misschien ook wel prima. Je ziet al dat als je dus dunne, hoor mij met mijn dunne. Als je fijn zout gebruikt, krijg je ook fijne sliertjes erin. En als je grof zout gebruikt, dan krijg je dus grovere vlekken in je opgedroogde waterkoller. Dus dat is het verschil tussen fijn keukenzout en het grove zeezout. Nou, zou ik dan wel, als je gewoon je keukenzout kun je hier prima voor gebruiken. Maar dus wel opletten dat je het niet helemaal vol plakt met keukenzout. Maar gewoon even opletten dat je het een beetje verspreidt. Wat ik deed was echt een beetje te veel. Je eitje wordt er niet mooier op als je daar zoveel. Oh, hier is mijn tissue. Als je daar zoveel zout op stopt. Ik denk dat ik dit dus het leukste eitje vind. Dus dan ga ik er. Ik denk dat deze vooraan doe. En dan deze eronder. Ik ga ze zo wel even uitknippen. En dan kunnen we het nog een beetje in die vorm. Kan ik het nog een beetje laten zien? Wat zegt Sanine? Straks de tekst erop schrijven. Welke smaak het is. Ja, soort verpakking. Ik denk dat het bij mij allemaal witte eitjes zijn. Witte chocolade eitjes. Dat vind ik het lekkerste. Nou kun je nog met de witte. Dit is een Molotov, maar je hebt ook de Posca pennen. Deze. Dat zijn eigenlijk zijn het dezelfde pennen. Ik vind de Posca net iets. Toevallig heb ik iedere keer de Molotov in mijn bakje zitten. Maar de witte Posca is. Die vind ik net iets fijner doorlopen. Ik heb het idee dat hij iets minder snel uitdroogt. En de Molotov die. Bij mij droogt die iets sneller uit. Dan kun je daar nog witte vlekjes aan, of witte stippeltjes aan toevoegen. Deze heb ik al van tevoren een beetje geschud. Ja, dat heb ik inderdaad ook. Die verstopt steeds de punt. Nou, wat ik wel doe, stel dat die verstopt is, dan je kan die punten namelijk uithalen. Ik kan het wel even voordoen. Je kunt die punt van de Molotov eruit halen. Dus heb je een Molotov en verstopt die, je krijgt er wel een beetje vieze vingers van. Maar je kunt die punt, dit is een losse punt, die kun je eruit halen. Dan kun je hem eventjes schoonmaken met je tissue. Als ik dat nu doe, dan heb ik geen inkt meer aan. En dan stop je hem er weer in. Nou zie je al dat er inkt weer langs heen komt. Dat kun je wel een beetje afvegen. En zo heb je je punt dus weer schoon. Dan moet je hem wel weer schudden. Of als je hem al hebt geschud, is schudden niet per se nodig. Je ziet al dat je vingers daar wel vies van worden. Maar dan moet je hem wel weer de punt weer indrukken op je papier, zodat hij weer geactiveerd wordt en de verf eigenlijk langs die punt gaat lopen. Dus mocht je een Molotov hebben en je punt verstopt, is dat nog een tip om hem weer schoon te maken. Ik zie al dat er wel meer van die Nuvo schutmateriaal. Ik zie hier ook al een
een rondje voorbij komen. Ik heb dat hier op mijn blad, op mijn werkblad gedaan. Dat schutmateriaal. Maar er ligt nog. Kijk, hier zo. Is echt heel cool spul. Dit zijn vlindertjes, gele vlindertjes. Super leuk om dat op je projectjes te verwerken. En deze. Jullie zagen de foto natuurlijk al in de groep langskomen. Deze twee. De stipjes en de triangles. Zouden de zonen hier zeggen. Die zijn helemaal in het Engels. Dus die superleuk spul is dat. Beetje gel medium en je plakt ze overal op. Echt heel erg leuk. Ik ben overgestapt op Posca. Ja. Ja, ik snap dat wel hoor. Dat is echt wel de Posca's. Vind ik wat dat betreft echt wel fijner. Nou, ik ben echt van de zwarte fineliner eromheen zetten om mijn project af te maken. Dus dat doen we ook bij de eitjes. Die vlindertjes, geweldig. Ja, leuk zijn ze, hè? Ik word er helemaal vrolijk van. Het is helemaal zo'n. Hoe noem je dat? Zo'n lentevlindertje. En geel. Normaal ben ik helemaal niet van de geel. Maar hier vind ik ze echt heel erg leuk. En op blauw bijvoorbeeld, op een blauwe achtergrond, is het echt. Dan steekt dat lekker af. En dan is dat een contrasterende kleur. En dat werkt juist soms wel heel erg leuk. Ik gebruik een hele dunne fineliner. Om hem, nou ja, op een schetserige manier te omlijnen. Dat past bij mijn stijl. Dan knip ik ze uit. Ja, je kan ze ook op een pagina maken waar je ze al klaar hebt. En dan kun je bijvoorbeeld drie op een rij of vier op een rij. Dat is net wat je leuk vindt. Ik vind het leuk om hem bijvoorbeeld in mijn planner te verwerken of op een pagina wat misschien iets met Pasen te maken heeft. Of gewoon met kipjes die net verse eieren hebben gelegd. Nou, dat uitknippen, daar zit geen theorie achter. Gewoon knippen. Ik laat wel altijd iets een wit randje eromheen. Dat vind ik het leukste. Oh, misschien gaat die blauwe toch wel vooraan. Daar kun je altijd nog mee spelen. Dit is helemaal geen een pincetschaar met ronding werkt hierbij fijn. Ja, ik wou net zeggen, dit is helemaal geen fijne schaar om hiermee te knippen. Maar ik heb zo even niet. Normaal knip ik met Tim Holtz schaar. Die vind ik echt heel fijn. Maar ik ben mijn spullen weer naar boven aan het verhuizen. Zodat ik de hele zolder heb om op te werken. En die is dus al naar boven verhuisd. Nou, dit is mijn planner. En hier verwerk ik wekelijks ongeveer, nou dat probeer ik wekelijks, maar ik doe mee met de challenge van Charlene. En daar zit dan een thema aan waar je die je wekelijks kunt uitvoeren. En nou, ik werk dan meestal al een paar weken naar voren toe. Ik weet niet precies in welke week we nu leven, maar het zal ergens hier zijn. Nou kun je deze eitjes bijvoorbeeld. Nou, kijk, op deze pagina zou het superleuk staan. Even kijken of ik nog recht in beeld ben. Ja, zo. En hier kun je dus met heel veel materialen in werken. En zou je ze bijvoorbeeld
op deze manier hier op kunnen plakken. Kun je er nog een leuke tekst bij doen en dan is je pagina eigenlijk alweer klaar. Dan met een stukje, een strookje papier, de gaatjes erin. Dat is, eigenlijk is dat wat ik hier heb gedaan. Dit is EB-papier. Of papier van EB Studio. Ik heb hem gescheurd, want het vind ik dan heel erg leuk te uitzien. En nou ja, zo kun je je paaseitjes of je eitjes met zout weer op deze pagina verwerken. Week 17. Ja, week 17 zit bij mij al vol. Dus ik plak hem gewoon bij een andere week. En zo kun je ook nog, want ik vind dit stuk bijvoorbeeld niet zo heel goed gelukt bij dit eitje. Nou ja, als je die erachter plakt, dan heeft niemand meer door dat dat stukje niet zo leuk is gelukt. En ziet het er alsnog heel erg leuk uit. Want dit stuk vind ik bijvoorbeeld wel heel erg leuk. En zo verbloem je dus eigenlijk je foutjes. Hoeft je eitje niet gelijk de prullenbak in, maar kun je hem toch op een leuke manier nog weer verwerken in je journal. Echt tof je plannen. Ik kom er helaas niet toe. Na de ene week kom ik er meer aan toe als de andere week. Maar ja, meestal werk ik een paar weken in één keer door. En dan hoef ik daar eigenlijk alleen maar de foto's in te voegen. Dus dan kan ik hier de fotootjes toevoegen. En dan ben ik alweer klaar voor die week. Ik kan hier nog even wat opschrijven. Meestal schrijf ik er iets op van de quotes wat die jongens die week hebben gezegd. En dan vind ik dat leuk om te onthouden. Dus dat, zo werk ik dan een beetje mijn plannen. Maar dit zijn, van mij zijn dit nu, nou ja, week 20. Dus ik ben nog niet eens op de helft. Dus het worden twee planners voor 1 jaar. Dat, ja. De eitjes zijn klaar. Ik ga ze nog verwerken op mijn plannerpagina. Dus nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Nou ja, ik wil nog één keer zeggen over die superleuke Flower Power Workshop. Kijk in de webshop wanneer die online staat. En ik zou het superleuk vinden om jullie daar te zien. De andere 3 workshops zitten, of helaas, ik wil niet zeggen helaas, ik vind dat echt heel erg leuk. Die zitten al alle 3 vol. Dus dit is de extra workshop voor de zomervakantie die we erbij hebben gepland. Een ochtendworkshop die in een paar uurtjes, waar we een kaart gaan maken met de waterkollenbloemen erop. En dan heb je de middag nog tijd over om lekker in Rijssen verder, of in de winkel verder te struinen, in Rijssen verder te struinen. Dus ik zou zeggen, boek die workshop. Ik zou het superleuk vinden om jullie daar te zien. En nou ja, bedankt voor het kijken voor vandaag. En ik hoop jullie snel weer bij een volgende live te zien. Doei doeg!